wij ons eigen bedrijfje opgestart, zoiets, ja. En het was natuurlijk nog niet bekend wat het eigenlijk was, dus dat gaan we nu bekendmaken. Nou, zoals jullie hebben kunnen zien, op Instagram heet het vlotte label. En het is een kledinglijn! Echt heel leuk. Nee. Nou, het is niet echt een kledinglijn, maar gewoon een kledingshop. Shop, webshop, ja. Webshop. En dan gaan we gewoon kleding verkopen erop. Ja, vanaf 1 december komt hij dus online. Dus vanaf 1 december kan je al onze dingetjes shoppen in de webshop. En we gaan ook een eigen website ervoor maken. Die staat nog niet online. Nee, alles komt 1 december online. Ik heb er zoveel zin in. Ik ook. Oh my god. Volg even de kant van Vlotte Label, want we hebben ook al een eigen Instagram account. Ik zal het wel even in de beschrijving zetten. Dan kan je daar gewoon op klikken. Volgen. En dan blijf je op de hoogte van onze nieuwe dingetjes. Want ik denk dat we eind november wel een beetje de eerste soort van pre-dingetjes. Ja. Sneak peeks noem je dat toch? Sneak peeks erop komen te staan. En we krijgen 3 lijnen. We hebben dan gewoon Vlotte Label lijn. Dat is gewoon zeg maar de standaard lijn die er altijd is. Dan hebben we nog een exclusieve lijn. Dus Vlotte exclusief. Daar komt later nog meer over. Want dat hebben we nog niet helemaal uitgewerkt. Maar dat komt later. En dan hebben we nog een lijn die zeg maar om de aantal maanden kan veranderen. Ja, maar die lijn zeggen we nog niet. Okay. Dat is een verrassing. Maar zeg maar om de 3 maanden ongeveer komt er dan een nieuwe lijn. En dat heeft dan te maken met gewoon het seizoen waar we in zitten. Dingen. Feestjes met feestjes. Dat soort dingen. Oh! Ik kan echt niet meer wachten. Waar komt de naam vandaan? Oké, we zullen even zeggen hoe we zeg maar begonnen. We waren op stage. Ja. En Fleur zei ineens, echt uit het niet van de fout. En uit het niet zei ze ineens, ja, zullen we een kledinglijn beginnen? Dus dacht ik echt, huh. Het was echt super leuk. En toen waren we zo enthousiast. Het ging gelijk namen bedenken. Ja, het ging mijn naam bedenken. Nou, eerst hadden we echt hele rare namen. Dat was echt niks. Ik weet niet eens meer wat we hadden. Nee, maar het was echt, zeg maar... Je hebt dan die standaard. Ja, of van dat bij dit of bij dat. Ja. Maar dat willen we niet. Vonden wij niet leuk. We wilden wel iets wat zeg maar met ons te maken had. En ik heet natuurlijk Charlotte en Fleur heet Fleur. En ik zat van een beetje te bedenken van wat past bij elkaar. En toen FL, want dat is van Fleur en zeg maar Lot, dus Vlot. En een dubbel T vonden we het ook mooier staan. Ja, dat met één T stond heel raar. Ja. Dus toen Vlot. En je hebt ook een dubbel T in je naam trouwens. Ja. En toen Vlot, en toen Fleur ineens, ja maar Vlot is wel gewoon een beetje klein. Dus toen zei Fleur ineens, anders zit er weer een heel leuk Vlotte Label achter. En toen kwam Vlotte Label! En ook heel leuk, want in het Noors... Ja, mijn zus zei dat ineens. Die zei, ik had het vorige week verteld aan ze, of 2 weken terug. En toen zei mijn zus ineens, ja wist je dat Vlot in het Noors chic betekent? Dus dat is ook heel leuk. Ja. We hebben gewoon een echte naam. Ja. Die we ook wel betekenis heeft. Weet je dat het niet gewoon echt letterlijk poep is? Dus je kan ook chique kleding verwachten. Oh, dat wordt zo leuk. Ik heb er zoveel zin in. Vanaf 1 december zal ook op onze Instagram en zo zelf komen te staan. Ik zal Charter Instagram ook even in de beschrijving zetten. Kan je die ook volgen? Ja. Want daar komt ook gewoon dingetjes op te staan over onze eigen lijn, eigen kleding. Ik heb er zoveel zin in. Ik ben echt benieuwd of jullie het hadden verwacht dat zeg maar kledinglijn. Mensen eronder gingen ook echt zeg maar een soort van raden wat was. Sommigen zeiden ja, ik denk kledinglijn. Heel veel zijn sieradenlijn. Ja, heel veel. Ja, nee. Misschien komt dat ook wel. Misschien ooit, maar we willen eerst beginnen met kleding. Dat vinden wij leuker. Dus 3 lijnen, 1 december. Oh, ik heb er zoveel zin in. Maar die Vlot Exclusive komt nog niet 1 december. Die komt later pas. Daar gaan we nog misschien even. Toch niet. Of toch niet. Nee. Dus volg gewoon even ons op Instagram. En tot 1 december! Doei!